Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Let's Go Eevee Soul Link met Jordi van de Super Guys. Allee. Zo. Allee. De vorige aflevering zijn we helaas wat Pokémon's kwijtgeraakt aan Horndrill. Wat een leuke aanval is dat toch. En nu gaan we op weg naar Celadon en dan is het mijn beurt om een... Om een Porygon te vangen. Volgens mij heb ik net die tweede gast ontweken. Oh, je kan echt bijna alles ontwijken. Bijna alles. Deze geek had ik volgens mij ook al kunnen ontwijken, maar die daar ga ik niet tegen vechten. Super nerd Leslie. Met een Magnemite, daar hadden we het net over. Wauw. Ja. Waar we het net over hadden tussen de recordings, was dat Magnemite in bijna iedere gen voorkwam. Ja. Yeah. Gen 1, gen 2, gen 3, gen 4, gen 5. Er zijn maar een paar mons die niet in iedere gen voorkomen. Zoals bijvoorbeeld Purloin. Glammeow en Perugly kan je alleen maar krijgen in volgens mij gen 4, Time to Pearl. Dat is ook raar. In andere games kan je hem eigenlijk gewoon niet krijgen. Dat is wel raar, vind je niet? Ja. Nu rouw ik daar niet om verder, maar... Nee, even kijken. Dat is wel raar. Wat was er nog meer? Druddigon werd daar verloop van tijd wat populairder, dus die werd meer gebruikt. Ja. Munchlax kon je breeden. Even kijken, wat nog meer? Wat was nog meer? Oh ja, Shinx ook. Shinx kun je ook maar in, voor mij, X en Y en Diamond en Pearl krijgen. En in Sword and Shield. Uiteindelijk in een DLC, ja. Ja. Maar als we puur kijken base game, dan niet. Nee, dat klopt. Dus ja, dat maakt opeens Diamond en Pearl heel interessant als je kijkt van, oké, ik wil mijn collectie... Ja. Vergroten of complete, eerlijk gezegd. Want jij, je hebt ze niet, dus... Nee, precies. In de andere zijn ze niet te krijgen. Nee, en je zit ook weer in zo'n rare situatie waarin... Want kon je Diamond & Pearl koppelen aan Bank? De nieuwe? Of... De alle oudste. Nee, volgens mij moest je die overtreden... Moest je die niet overtreden naar Black & White? Ja, dan Black & White. Ja, nou, dat zegt genoeg dus al. Ja. Zoveel items hier in dit gangetje. Dat zegt al meer dan genoeg. Zo, nou, trainer klaar. En dan sta ik te wachten op de route voor jou. Ja, ik ben nu net in de route gekomen. Oh, zal ik die Vulpix vangen voor Alolan Vulpix? Hé, jij hebt first pick. Als jij een Alolan Vulpix wil vangen, vang je een Alolan Vulpix. Ja, die wil ik wel. Oké. En dan kan ik die onder Ice gebruiken in plaats van onder Fairy, aangezien jij de Jigglypuff Fairy gebruikt. Klopt, maar dan kunnen we hem nog steeds niet gebruiken, omdat hij dan onder Normal valt. Want dan ga ik waarschijnlijk of voor een Porygon of voor een Abra, want beide hebben we niet. Dus dan is het gewoon wachten van, oké, wat spawnt er als eerst? Ja, en Abra kan wel, want die is psychic. Abra kan inderdaad wel, de psychic. Ja. Maar ja, als het Porygon is, is het Porygon. Ja. Bam, 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 bam. Je hebt de Vulpix gevangen? Ik heb de Vulpix, ja, zeker. Okay. Ja. Alleen ik weet alleen even niet waar je die kan ruilen. En volgens mij nog niet hier, dus... Je kan het altijd kijken in het center. Ja, heb ik gedaan, maar daar kan je je nature aanpassen als je wil. Dat kon in deze game. Ook handig. Come up. Ik ga me even wat meer zeldzamer op deze route, anders flik ik nog een lure aan. Ik flikker een lure aan. Ja, ik wou net zeggen, ik denk dat dat sowieso al een goed idee is. Nee, en Ina, ja, dan is Team Rocket, Jim. We kunnen
kijken of we... Links van Celadon is ook een route. Om daar nog even een Pokémonnetje te vangen. Ja. En moet ik even kijken of in dat gebouw of je een sterke Pokémon krijgt? Sure. Doe maar. In dit tempo ben ik het de komende 10 minuten hier nog bezig. Ja. Loop jij in en uit die route elke keer? Want dan heb je een nieuwe kans om... Ja, slim. Ik loop het gebouw in. Ja, dat bedoel ik. Zo heb ik ook Shiny Porygon gevangen. Ja, ik denk dat ik zoveel geluk heb om nou een Shiny Porygon tegen te komen. Wel vet. Het zou inderdaad vet zijn. Ik zal hem dan niet Milan noemen, maar het zal wel vet zijn. Come up. Ik heb geen Pokémon gekregen, helaas. Wel de TM voor Playruff. En dat is echt een goede fairy aanval. Dat is inderdaad wel handig, ja. Eigenlijk die somt er ook even op voor Wigglytuff. Ja, snap ik. 5 uur later. Okay. Oh, ik zag de Kadabra, ik wil er naartoe lopen. Detecteert hij net de hitbox als... ja, je wordt gebouw in? Nee! Oh, rip. Dit zo in. Nope. Maar technisch gezien, ik ben nog niet in een fight gegaan, dus technisch gezien heb ik nog de encounter. Zeker. Sowieso om te zien, was dat de enige Kadabra op die hele route voor de komende 20 minuten. En dat is het kutste aan een Abra. Een Abra teleport. Ja, dat is wel irritant. Ja, dat hij zo zoom weggaat. Ja, omdat die route zo klein is. Zoomt hij gewoon ook weg. Ja, moet je dan sneaken of zo? Ja, of? Je moet technisch misschien gaan sneaken om hem goed te pakken, maar ja. Gaan we meteen richting de gym eigenlijk? Is dat de bedoeling? Heb jij vertrouwen in jouw levels? Dat is een goeie. Mijn Persian is goed. Nee, ik vind het nog humor. Ik ga de route op. Ik zie Ninetales. Lol. Echt. Ik weet niet. Ik weet niet wat wijsheid is in dit geval. Aan de ene kant zou ik zeggen van ja, laten we de gym doen en daarna Team Rocket. Aan de andere kant denk ik van laten we Team Rocket doen voor de extra levels. Maar dat is ook even handig nu. Want we zijn in een korte periode zijn we te veel verloren. Ja, dat is wel een goeie. Ik denk dat dat een goede strategie is. Maar ik denk dat het voor jou misschien ook even handig is om even wat dingen na te kijken in de shops. En hoe bedoel je? Ik weet niet of er misschien TM's of wat dan ook zijn die je in de shops kan krijgen. Ah, oké. Het is Celadon en ik weet altijd nog wel uit ervaring dat Gen 1 nog steeds de beste Celadon shop heeft ooit. Oké. En hier in deze game strooi je ze toch met goede TM's, dus dat zullen we kennen. Precies. Daarnaast, ik ben toch nog bezig, dus. Want er tot in de afgelopen 4 minuten... Eén Kadabra. Eén Kadabra en één Abra. Wow. Ook nog eens een Porygon, dus ik kan hier gewoon niks vangen als ik Doopsclos aanzet. Kom op, ik heb al een Jigglypuff. Ik heb al een Wigglytuff. Kom op. Oké, ik hou even die weer in de bal. Hé, Abra. Nu hopen dat je hem kan vangen. Ja, dat is inderdaad een tweede, ja.
binnen. Nice. Oké. Dus jouw tweede Vulpix is live. Oké, maar die mag er nog niet in de 10, denk ik, hè? Zal ik even voor je kijken wanneer jij Alolan kan fixen? Hey, Brok staat hier, what the fuck? Ja, die geeft je thee. Oh ja. Geodude, Diglett, Sandshrew, Vulpix. Dit zijn wel goede teams, alleen een beetje duur. Even iets voor jou checken, moment. Oh, ja, je kan die Vulpix gewoon ruilen in Celadon. Echt? Ja, rechts. Oh. Wow, wow. Rechts, oké. Okay. Oh, dat is goed nieuws. Dus ja, hij is meteen live. En dat komt voor jou meteen van pas. Ja, dat komt me zeker van pas. Dat zo even doen. Eerst eventjes... Dan is dit klaar en dan hoef jij nog maar één ding te doen. Dat is de linkerroute van Celadon. Maar ja, ik was als eerste aan de beurt, dus jij wachtte natuurlijk netjes op mij tot ik klaar was hiermee. Ja, ik was überhaupt daar nog niet naartoe gelopen. Ik ben nu in de shops aan het kijken. Mm-hmm. Er waren wel goede aanvallen, maar niet eentje die ik en kon betalen en op dit moment ook nodig had. Bilan is die armor boy. Oeh, ik ga wel een Ice Stone kopen. Nou, lijkt me sowieso wel handig. Ja. Want het duurt even voordat wij in Seafoam? Nee. Is het Seafoam in deze gen? Ja, Seafoam, want de Whirl Islands is de andere. Oh ja, ja, ja. Nou, dan is het zeker Seafoam. Ja, dan zou ik zeggen, flik hem daar even in de Seafoam Islands ding, maar ja. Ja. Ja, en we zijn ook te laag level voor de Hitmons, dus. Mm-hmm. Maar ja, met de Hitmons moet je sowieso gaan nadenken van, oké, doe je de Hitmons als pair? Nee, mag niet, want het is bij de fighting. Of zeg je, één krijgt de Hitmon en de ander krijgt de Lepros. Dan kan je dat beter doen, denk ik. Ja, maar dat is te ver voor vandaag. En ja. Daar komen denk ik niet. Helemaal rechts in het Pokémon Center, of? Helemaal rechts, op de lange bank. Ah, deze bitch, ja. Maar ik zal zo invullen, iedere center vanaf nu heb je gewoon een trader, dus. Oké. Nou ja, dan ga ik wel eens even de route checken en dan check ik wel de shop. Laat maar, die route kunnen we niet in, want Snorlax ligt iets te ver naar voren. Oh, rip. In andere games ligt hij er net mooi achter. Want ik zag een Dodio en ik denk van ja, dat is een hele mooie encounter. Ja. Dan ligt Snorlax met zijn vette reet ervoor. Ja, dat is inderdaad een goeie. Wat gaan wij nu doen? Ja, ik weet niet. Je hebt geen grass type in je team momenteel, hè? Nee, ik heb geen grass type in mijn team. Juist. Ja, wat krijg ik? We krijgen Giga Drain als we Gym 4 hebben gehaald, dus... Ah. Daarom zit ik even te kijken van, is het wijsheid om dat te doen? Het is jammer dat ik die Vulpix geen naam kan geven. Omdat het een trade ego is. Of en omdat het een trade is, bedoel ik. Diegene heeft niks met evoluties te maken. Even kijken, ik heb een Nidoqueen en ik heb een Abra. En dan word ik een Kadabra. Moeilijk. Moeilijk, moeilijk, moeilijk.
Even kijken. Want als wij Team Rocket doen, dan verandert de situatie niet. Nee. Maar als we Team Rocket hebben gedaan, kunnen we naar Lavender. En dan kunnen we in de Pokémon Tower. Alolan Ninetales kan geen playruff leren. Ja, jammer hè. What the fuck. Oké. Okay. Ik zit echt zo te denken van, weet je wat, fuck it, we doen de gym. En als ze te hoog level zijn, meteen de eerste, dan doen we Team Rocket. Is goed. Dan moet ik heel even spieken welke aanvallen Alolan Ninetales dan wel kan. Helemaal niks. Oh, Ice Beam, Dazzling Gleam. Het valt me alles mee. Oprecht. Mm-hmm. Ice Beam is gewoon echt een goede aanval. Yes, give her a drink, give her what you drink, een fresh water. Ja, oké, maar dat is allemaal crap, laat maar. Ik mis de oorspronkelijke waarin je Rock Slide en Ice Beam kreeg van haar. Ja, maar in die gen kon ik ook gewoon zeggen, fuck it. Hier, Vaporeon, Crash Gym, ga je gang. Bleef leuk, is nog steeds leuk. Ja. Jammer genoeg kan het nou niet. Want ze vinden Ice Beam zo vroeg in de game te broken. En ik zeg, nee hoor. Je moet een cute Pokémon laten zien? Wat is dit nou, hè? Ja, noemen ze... Oh, ja, cute Pokémon. Maar mijn Ninetales voldoet, dus. Kijk, afhankelijk welke? Ik heb Alolan Ninetales. Ja, oké. Okay. Ja, vast. Jij, ik wil een cool Pokémon zien. Hier, Ninetales. Ninetales was niet cool genoeg. Hier, Alolan Ninetales. Dat weer wel. Ja. Nou ja, ik heb Kingler, die is heel cute. Oké, dit is een Oddish. Nou, welk level is die Oddish? Level 28. Ja, oké, okay. dan kan dit prima. Hier. Mijn Rhyhorn, die is wel cute. Ze laten hem nog binnen ook. Volgens mij laten ze elke Pokémon binnen. Ja, vooralsnog. Hier heb je een Trubbish. Nee, hier heb je Eternatus. Veel plezier. Ja. Ja. Nee, ik train even totdat mijn Abrakadabra is en dan gebruik ik Kadabra voor de rest van de gym. Ja, ik vind het jammer dat trainers zo weinig XP geven, want, want mijn Beedrill is nog pas level 24. Ja, maar op zich, Beedrill is ideaal voor deze gym. Ja, maar ik heb ook een 2 Ninetales'en. Ja. Ook alweer heel toevallig dat jij weer 2 Ninetales'en hebt, hè? Dus ook wel top tier van mijn lievelings-Pokémon, zeg maar. Daarom ook, maar... Oh, Ninetales kan Flamethrower. Niks aan de hand. Welke van de twee? De ijs? Nee. Oh, dan krijgt hij echt wel gewoon een goede moveset. Niks aan de hand. Wacht even, is dat level up? Of? Hij had hem al. Oh, hij had hem al. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, valt het nog wel mee. Toch even, in deze game geven ze ook veel betere TM's in of movesets. Ja, zeker. In de oorspronkelijke game was het, oh, je hebt wel een goede fire move. Hier heb je fire spin. Voor de rest, voor de komende 30 levels. Dit is misschien niet heel slim, maar... Even kijken hoeveel het doet. Sleep power do is normaal. Oké, hoeveel doet dit? Het is een execute, hè? Dus... Ja, oké, dat doen ze heel veel. Nee, ik ben met mijn Needle Queen bezig tegen een execute. En ik zat zo van, ja,
Doet dit veel of doet dit weinig? Nou, ik denk niet heel veel. Waar hebben we? Ice Beam! Had ik niet nog... Oh ja, ik had nog een Rare Candy. Hey Abra, je kan meteen meedoen. Abra is evolving. Abra is evolving. Picnicker Tina. En nu heeft hij een lepel. Nu wil ik eigenlijk even gaan healen. Dat is wel jammer dat je dan zo okay, moet lopen. Ja. Ook op zich wel toevallig. We zijn in de gym, ik evolf hem en nu heeft hij een lepel. En is, ja, en uit het niets. Nee, en dan is het nog steeds het meest logische waar je in de lepel komt. Als je, random, als je random in een route bent en heeft een lepel, dan ga je het afvragen. Ja. Ja, oké, okay, dat hij die hier ergens gepakt zou kunnen hebben, zeg maar. Hé, hey, het is een gym. Die mensen moeten eten. Dus, hey. It's my headcanon en I'm keeping to it. Nou. Ach, merendeel van deze mensen hebben hier allemaal van die poisons, dus. Daarom lijkt Kadabra mij nog wel een goede keuze. Zeker. En zo niet, dan gaan we het heel snel merken. Die kadaber, er was toch zo'n kadaber die bijna mijn hele team wipte. Dat was de kadabra toch, die dat deed, of een LXM? Nee, een kadabra. Het is een beetje broken om nu een LXM tegen te komen. Ja. Ik weet niet of jij daar in de buurt nog een Switch hebt liggen met nog een game waar je mee kan laten evolven. Nee, ik ga jou gewoon heel lief aankijken. Van, hey Milan, na de recording kan je even Wink Wink Nudge traden? Ja, dan moet ik even mijn andere save-file opstarten. Ja. Nee, ik heb geen twee Switches. Ik vind één Switch zat. Mm-hmm. Ik heb mijn, niet gegeven aan mijn zusje. Ze heeft er een klein bedrag voor betaald, maar die heeft hem overgenomen, zeg maar. Ja, oké, maar dan heb je er alsnog technisch gezien één die jij iedere moment kan gebruiken wanneer jij wil. Ja, die andere is gewoon niet meer van mij, zeg maar. Ja. Dus mocht ik nou zelf een keer naar mezelf moeten ruilen, dan kan ik er wel lief aankijken, maar dat is... Mm-hmm. Nee, kijk, er zijn mensen die halen de Switch, halen een Switch Lite en ook nog een OLED, waarvan ik weer denk van, ja, wat heb je er aan drie? Ja, een beetje overdreven. Kijk, ik kan heel goed begrijpen, in een familie... Dus dat iedereen op een Switch zit en dat de Switch ook echt in de woonkamer is, dat je dan voor jezelf een Switch Lite of een Switch OLED of een launch Switch wil gaan halen. Mm-hmm. Dat wil ik dan nog wel snappen. Maar als jij er alleen op zit, ja. Kijk, ik heb laatst ook nog een extra set Joy-Con controllers gehad en een Pro controller. Ja. Mm-hmm. Gewoon puur in het geval dat, want degene die ik nu had... begon een beetje te lijden aan drift. Dus ja, dat is misschien even handig als ik even een paar reserves heb. Ja, precies. Wel leuk als je een keer met z'n allen Mario Party of zo wil gaan spelen. Ja, en niet zo van... Ja, sorry, mijn controller is leeg. Ja. Oh, jammer dan. Gaat niet lukken, helaas. Hier heb je de krant. Tot over een uur. Ja. Nee, precies. Dus daarom. En ja, Mario Party was ook een van de redenen daarvoor. Want ik ga het halen. En wie weet, misschien komt een keer... Want ik heb ook zo meteen twee... Op een paar jaar heb ik ook drie nichtjes. Oké. Ja, dus... Jullie misschien ook wel een keer Mario Party? Ja. Dat is misschien wel handig, ja. En waarom zeg ik al voor een paar jaar? Want ze zijn nu al, maar ze zijn nog niet oud genoeg om het in de gaten te hebben. Ja, precies. Ik denk als ik er nou eentje aan nog geef, dat eentje wordt opgegeten. Nou. Lijkt me niet helemaal de bedoeling. Nee. En Bellsprout. Oké, Vicky Tuff, leg mij eens even iets uit. Waarom krijg jij een goede 70 à 80 damage van één Mega Drain? Dat lijkt me niet goed. Nou ja, dan wisselen we maar even terug naar Nidoqueen. Ik ben echt gelukkig dat ik die twee Ninetales er nu heb. Mm-hmm. Want daarmee steamroll ik gewoon door die trainers heen. Ja, oké, maar dit is meer logische damage. Mm-hmm.
Nee, dus dan heb ik ook even nadenken van, oké, wat is nu... Want ik was ook een beetje voor mezelf aan het nadenken van, oké, wat is nu wijsheid zometeen bij Jim? Van, als ik... Kijk, ik met Needle Queen kan ik best veel dingen doen. Maar als, yeah, als iets gebeurt met Needle Queen, ik heb een water type, een rock ground type. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is wel een probleem. Kijk, alle poison types kan ik fixen met Kadabra. Die one-shot ze gewoon allemaal. En ja, het zijn natuurlijk al heel veel, ja, precies, die ook poison zijn. Ja, de enige pure grass is Tengela. Ik kan me echt deze hele gym niet herinneren. Hoezo? Ik heb deze game ook maar één keertje gewoon helemaal gespeeld, zeg maar. Hoezo, verder... Hoezo dat zou komen? Waarom je niet zou kunnen herinneren? Hey, ik ben bij Erika. Heel eventjes healen voor de zekerheid. Geen awakening erin douwen, dit erin, huppakee. Ja, ik moet wat vaker healen, want die mega drain doet... Als hij 3 keer raakt, dan killt hij me niet de queen. Ja. En, maar, als je crit, is het 2 keer, het is 2 hits, dus... Yup. En haar ace is vilebloem, denk ik, hè? Dat weet ik niet. Dat is een beetje een probleem wat ik heb met Erika, of het algemeen met alle gens. Ik weet nooit meer wat haar ace is, want de ene keer is het een Victor Bell, de andere keer is het een Weeping Bell, de andere keer is het een Gloom, de andere keer is het een Tengela, de andere keer is het een Fireplume. Nou, ze heeft wel een Tengela in ieder geval. Nou, ja, dat stelt me niet gerust, eerlijk gezegd, maar ja. Die, oh, op 1 AP heb ik... Oh, geburnt. Misschien dat hij dan wel... Ah, oh, hij sleep mij, dat is wel kut. Maar hij gaat wel dood na de eerste turn, dat is fijn. De Tengela is dead. Tengela is level 33, in ieder geval. Nee, ik ben nu eentje bezig met 32 en dat doet het al even, dus... goede indicatie voor zometeen. Volgende is een Weeping Bell. Ja, ik denk wel dat het Fireplume is dan. Ik zit een beetje na te denken van, oké, Mega Drain doet zoveel, Giga Drain doet dan zoveel, dus... Wat is wijsheid? Oh, weer net niet in één keer, gewoon het keer. Oeh, hij... Oh ja, dat was niet heel slim. Oeps. Ja, dit was al mijn eigen fout, gewoon helemaal niet over nagedacht. Ja, Alolan Ninetales is dood, omdat hij natuurlijk ook fairy is. Dus als hij dan een poison aanval doet, is super effective. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Oké, daar gaat mijn oplossing met de Kadabra. Dat is echt dom. Ja, dat was echt dom. En weet je, ik ga nou ook niet meer de gym afmaken, denk ik. Dan ga ik terug en dan doen we Rocket. Als je 1 leveltje hoger was, hè, dan had ik hem gewoon het KO. Dat was er niks aan de hand. Kijk, als jij niet wisselen van save file, Milan, begrijp ik het. Maar zo is ook weer niet nodig. Nee, oké, maar ik loop dan terug en dan doen we Rocket de volgende aflevering. Nee, joh. Want ik ga met Needle Queen en Kadabra had ik het nog wel gedaan, maar met alleen Needle Queen, nee. Ik hoop, als er geen andere optie was en dit moesten we doen voor voortgang, oké. Ja, maar precies. Als we de optie hebben, nee, dat ben je. Nou, en ik had zo zin om om Alolan Ninetales te gebruiken. Jij wilde zeggen Mega Alolan Ninetales, of ja, niet? Ja, ik wou in ieder geval Mega Ninetales zeggen, maar... Alolan Ninetales is al broken genoeg, geef hem nog niet echt een Mega. Nee, ik had dat in mijn hoofd omdat ik dacht van... Wanneer zou ik een Mega Stone voor Beedrill krijgen? Voor mij is Beedrill een van de laatste starters, krijg je heel snel. Maar Beedrill is voor mij een van de laatste. Ik ben al 4 turns asleep nou. Gezellig. Oh, nog een turn. Nice.
Was dat een crit? Ja, hè. Ja hoor, ik werd weer gecrit. Gelukkig was ze niet dood. Auw. Ja, ik heb eens gekeken van wat voor... Oh nee, laat maar. Ja, van, oh ja, de casinos hebben niet echt meer Pokémon prijzen, want dat lijkt op slavery. Ja. Zo ongelooflijk dom. Yep. Ik vind het ook op zich wel geiniger. Je weet dat in iedere gym zit er zo'n judge, hè? Die in het begin, die in het begin checkt. In Erika's gym zat hij niet. Dan heb je de cute Pokémon. Waar zit hij? Hij zit in het casino te gokken. Wow. Dus daarom is hij er niet. Dus daarom ga je het ook niet vragen voor fatsoenlijke dingen. Nee, daarom kunnen ze ook die stomme regeling doen van... Ja, heb je cute Pokémon? Daar is over nagedacht. Ja, oké. Langer dan 2 seconden. Misschien niet meer dan 10. Maar er is over nagedacht. Och, die Vileplume is zo'n staler. Mm-hmm. Een bitch. Nou ja, terwijl je daarmee bezig bent, ga ik mij even de rocket doen. De rocket die de poster beschermt. Ja, ik vind dat nog steeds op zich mooi. Ik heb er wel 2 deaths veroorzaakt. Mm-hmm. Maar allebei de hoorn erin. Allebei de hoorn erin, waar ik letterlijk geen kut tegen kan doen. Oeh, dat was een crit. Nice. Oké, Kingler, we gaan eens even kijken hoe goed jij bent tegen een normale fight. Kan je een Raticate one-shotten? Je kan een Raticate one-shotten. Mooi. Dat stelt mij op zich gerust. Ja. Yeah. Oké, ik heb Erika in ieder geval verslagen. Mooi. Ik ga het echt niet meer doen, totdat ik even iets anders heb. Snap ik. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Voor dit nou een leuke aflevering. Doe een duimpje omhoog. Dan zie ik je heel graag weer bij de volgende aflevering. Vergeet niet op Jordi's kanaal te abonneren. Die staat in de beschrijving. En zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.